Ik ben Mario van Helmond en we hebben een fruitbedrijf samen met mijn ouders. En we zijn vandaag gestart met onze Belgica. En die zijn we voor de eerste keer aan het plukken. We gaan nu voor de eerste keer door de boomgaard en we gaan alleen de mooie rode appels eruit halen. En die andere, daar gaan we een week mee wachten. En dan komen we volgende week terug en dan nemen we alles weg. En dan gaan ze ongeveer een 30 ton per hectare gaat er vanaf komen. Ze zijn eigenlijk een zomerras. En het speciaal daarvan is dat de normale zomerras is rap rijp, die is rap melig en zo. En deze blijft kei goed, kei knapperig, qua smaakvol enorm goed. Het is een hele knapperige, zoete, smakelijke appel. Hij heeft zo de vorm van een jonnegold. Je kunt hem langer bewaren en dat is uitzonderlijk voor een zomerras. Hier heb je een mooie Belgicasse. Heel smal, mooie kleur, heel fel rood en dan heel groen van achter. En je voelt toch dat dat een hele stevige appel is voor te eten. Qua smaak is dat enorm lekker. En een appeltje die nog niet eens een kleurtje nog niet heeft, dat is pas voor volgende week. We gaan een appel niet trekken van de boom, we gaan die appel klinken. Zodoende dat je niet met je vingers zit te duwen op die appels. Je moet die zacht behandelen, je mag geen vingers duwen, want anders gaan dat bruine plekken zijn op de appel. Je moet ze zachtjes neerleggen in de kisten, in de grote paloxen, zeggen wij. Je mag ook geen bergen maken in die grote kisten. Je moet zorgen dat het altijd egaal ligt, want van zodra dat die beginnen te rollen, dan heb je weer bloedschade, weer een kwaliteitsverlies. Dat is lekker zijn baby's eigenlijk, hè. Dat is zoals een eitje en ja, je moet dat heel zacht behandelen. Elke valbeweging of dat je laat vallen of gegooid of geduwd erop, dat zie je een twee dagen later, zie je dat allemaal als bruine plekjes op je appel. Dus een gewone appel die blijft nu nog een maand lang hangen, maar een zomerras. Die is sneller rijp en die heeft ook minder kans om te dikken, voor aan te dikken en zwaarder te worden. En dat heeft dus de Belgica, dus je gaat er wat minder kilo's van halen. Maar het is een prima appel voor mee te starten.